Newey en Aston Martin zijn aan elkaar gelinkt. Volgens motorsport.com doet Aston Martin een miljoenenbod op Adrian Newey. Ja jongens, kom er maar in. Ja, het lijkt een beetje een ultieme poging van Aston Martin. Kijk, één ding is zeker, het rommelt bij Red Bull Racing. Dat weten we al langer. Daar proberen concurrenten natuurlijk nu van te profiteren. Dat zie je aan een Toto Wolff die trekt aan Max Verstappen. En Aston Martin lijkt heel druk bezig met Adrian Newey. Daar is men bij Mercedes wat minder in geïnteresseerd. Omdat die natuurlijk James Anderson natuurlijk ook al als technisch directeur in huis hebben. Dus dat probeert Aston Martin. En die hebben natuurlijk met de Honda motor ook nog wel een interessante partner vanaf 2026. En misschien op die manier proberen zij om een mooi aanbod samen te kunnen stellen. Om ook Verstappen binnen te halen. Nou goed, dat is wat verder. Verder gedacht, maar dit is in ieder geval de eerste stap die ze proberen te zetten. Voor Newey zou een samenwerking met Aston Martin natuurlijk ook niet de eerste keer zijn. En natuurlijk die Valkyrie-wagen ontworpen voor hun. Aston Martin natuurlijk ook wel een mooi bedrijf om voor te kunnen werken. Zit in Silverstone, dus heel ver verhuizen hoeft hij niet. Dus ja, dat is wat Lawrence Stroll nu probeert. Als we die geruchten mogen geloven. En die zijn redelijk hardnekkig. Ja. Maar goed, we moeten eerst nog maar zien of Newey dat ook interessant genoeg vindt. Kijk, Red Bull heeft toen bij ons al wel eens aangegeven dat Newey niet zomaar weg zal lopen bij Red Bull.